Mink, Gerard en Jan Riewald. Trije broren die de kuier al versterkt achterin. Speciaal voor beeldker Mink uit Menaam. Ik heb hem al tien keer gefietst. En in zo'n jaar heb ik hem erin, op schaats. En nu wil ik aan het rennen. Zo, dit is wel wat. Dus je moet wel aan de eind komen, je moet het wel helpen. Ja, zeker. Ik ben ervoor. Ja, ja. Wij zijn als ondersteuning van Mink. Ja, wij zijn broers, dus wij moeten hem helpen om dat brevet te krijgen. Hij heeft ons vorig jaar zomer gevraagd. En toen zat hij bij ons met hem, die werd toen 91. Hij zei, ik wil gaan voor brevet, wil je hem ook even meedoen? Maar ja, praktiseer je wel even zelf, want het is niet niks. Maar dat heb ik gewoon op een gegeven moment een maand later, we zijn we gaan ervoor. Hartstikke bedankt alvast, jongens. Ja. Om exact zo'n uur gingen de 150 vierdaagse kuiders los. Ik ben er nog zo'n 300 deelnemers die een paar dagen mee herinneren. Het is al even wat meer als vak in de jaren. We hebben proberen door middel van eendaagse tochten in te stellen om mensen het gevoel krijgen te laten. En ik denk dat het werkt dat mensen 1, 2, 3 dagen mooi roen hebben. En op die manier zeggen ze van, oh nou wel een keer die 4. Want ja, dan krijgen we het kruisgek, hè? In de harmonie binnen toch nog een paar mensen in opperste concentratie. Ik kom uit de Randstad en het is voor mij een manier om het hoofd leeg te maken. Ja, je hebt een drukke baan? Nou, drukke baan. Stress van de Randstad. Hè? Mensen wonen bovenop elkaar en hier is gewoon lekker rustig in ons park. Intussen kuieren de broren Riewald met honderden oren richting Weiden. De eerste kilometers zitten er alweer op. Het gaat knap en de fleur zit er dus goed in. Hoe gaat het? Ja, hartstikke goed, man. Prachtig water bij, het kan het beter. En dat geldt voor iedereen. Mooi is het mooie dag van. Dus dat brevet dat komt er? Ja, zeker weten. Ik doe hartstikke goed mijn best.